Het aantal gokverslaafden neemt toe, volgens Johan Dokter uit Almelo. Dat ziet hij aan de stormachtige toename van deelnemers aan de gespreksgroepen die hij en zijn collega zelf leiden in de regio. Dokter leidt al 23 jaar een groep in Zwolle, maar in de stad waar hij ooit begon, Enschede, heeft zijn opvolger Koen de groep ook al moeten splitsen om het overzichtelijk te houden. Daarna speelt er nog iets met gokken in Hengelo, maar daar komen we straks ongetwijfeld op terug. Johan, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent even, omdat te kaderen, bestuurslid van de AGOG, de Anonieme Gokkers Nederland. En bent zelf gokverslaafd geweest. Hoe moet ik dat zien? Ik ben van mening dat je gokverslaafd blijft je leven lang. Het enige wat je kunt doen, en dan ben je in feite in herstel, is dat je niet gokt. Dus het is op zich ook geen schande om gokverslaafd te zijn. Het is alleen vervelend als je er niks aan doet. En dat is trouwens een uitspraak van mijn vroegere gespreksbegeleider in Enschede. En die heette Jan. Ik heb trouwens de groep in Enschede niet geleid, hoor. Maar je blijft je leven lang gokverslaafd. Waarom is het een probleem als je er niks aan doet? Want wat is het probleem dan eigenlijk? Als je als gokverslaafde blijft gokken, dan eindig je gewoon in de goot. Dan heb je ontwikkelt schulden. Je gaat financieel naar de Filistijnen, maar vooral ook emotioneel. En je krijgt allerlei problemen in de zin van relaties, schuldenproblematiek. Het ontwikkelen van een normaal leven is bijna niet mogelijk op het moment dat je een verslaving hebt. Dus het is fantastisch als je daaruit kunt ontworstelen. Maar dat wil niet zeggen dat het een verslaving is. Andersom geredeneerd, als de verslaving een tijdelijk iets zou zijn, dan zou ik morgen weer kunnen gaan gokken. En ik geloof daar niet in. Ik denk, als ik morgen weer zou gaan gokken, stel dat, dan is er toch iets misgegaan in mijn leven. Want voor alle duidelijkheid, ik weet wat gokken mij heeft gebracht. Dat is een en al ongelukkigheid. En dan zou het heel vreemd zijn dat ik denk, nou weet je, ik ga dat risico nemen, ik ga het toch een keertje weer proberen. Nee, dus je waagt je er nooit meer aan. Net zoals alcoholisten die zich geheel onthouden worden op het moment dat ze gestopt zijn vaak. Het is voor mijn gevoel niet anders mogelijk dan dat je of stopt met gokken, en een klein beetje gokken, dat is voor een gokverslaafde niet mogelijk. Wat maakt dan, Johan, dat op het moment dat je door het gokken je leven naar de malle moeren ziet gaan, dat je toch blijft gokken? Nou, dat heeft verslaving. Dat is juist het onderwerp. Dat is juist het probleem. Dat is zo ontzettend moeilijk uit te leggen. Wat je doet is, je zit in een soort visuele cirkel. Je ziet iedere dag, je gaat uit, in mijn geval waren het casino's, speelautomatenhallen. Op het moment dat je naar buiten gaat, dan zeg je, ik kom hier nooit weer. Ik ga helemaal naar de malle moer, het gaat niet goed. Ik zie iedere dag, je bent helemaal totaal los. Je weet gevoelsmatig niet meer hoe je verder moet. En toch vind je jezelf de volgende dag weer terug op dezelfde plek. Want je weet, gisteravond is er iemand geweest die heeft heel veel geld in die automaat gegooid. En dat weet je zeker, want dat was jezelf. Hoe zit je er dan? Zit je er dan ook met dat dubbele gevoel van, wat ben ik nou in godsnaam weer aan het doen, terwijl je het toch ook fijn vindt? En op het moment dat je bezig bent met de handeling, dan is alles weg. Dan bestaat de wereld niet meer. Dan ben je alleen bezig met het spelletje. Met fruitkasten in mijn geval. Voor mensen die in de Holland casino's zijn. Die doen aan roulette. Wat je tegenwoordig veel ziet is via de websites. Met name via de telefoontjes natuurlijk. Maar eigenlijk ben je dan alles kwijt. En totdat je natuurlijk weer naar buiten gaat, want dan komt het dubbel zo hard terug. Want je ziet eigenlijk dat de problemen alleen maar toenemen. Dus als je stopt met berouw gokken, naar de zonde, dan, zeg maar. Nou, niet alleen, maar ook als je doorgaat met gokken, dan worden je problemen ook gewoon groter. Ja. De gespreksgroepen, die groeien. Ja. Kun je dat verklaren? Ja, daar kan ik een heleboel. Ik moet wel zeggen trouwens dat wij in Zwolle, ik heb gisteravond groep gehad, inmiddels moet ik hem in tweeën splitsen. Maar wat je vooral ziet tegenwoordig is dat de mensen die zich aanmelden steeds jonger worden. En dat we merken gewoon dat heel veel mensen iets meer aan Koning Toto, die zich enorm richt natuurlijk op wat jongere mensen. Mm-hmm. En ook het gemak waarmee je nu kunt gokken. Ik bedoel, iedereen heeft een mobiel telefoontje. Je kunt dus nu ook veel makkelijker gokken vanuit huis, vanaf ieder moment. Als je wilt gokken, ga je op het toilet zitten en ga je even snel. Ik dacht altijd dat daar bepaalde wetgeving om. Ik hoor mezelf heel gek. Ik dacht dat daar bepaalde wetgeving omheen was. Die dat enigszins moest reguleren vanuit de Nederlandse overheid. Die wetgeving die bestaat sinds 1 april 2021. En die heet de wet kansspelen op afstand. Die regelt het voor met name, ze wil eigenlijk de Nederlandse overheid, die wil graag de markt opengooien voor de online markt opengooien voor aanbieders. En op dit moment is er eigenlijk geen legaal aanbod.
Dus alle gokbedrijven die er nu zijn, die zijn gevestigd in Malta of een ander land. Of ergens online, online aanbieders online heb je het dan over. Aanbieders. En die wet kansspelen op afstand, die is dus in werking getreden. En ze verwachten, het ministerie verwacht in oktober de eerste vergunning af te kunnen geven. Wat alleen wel onderdeel is van de wet kansspelen op afstand, is dat het geldt voor online casino's. Maar tegelijkertijd hebben ze hem ook werkzaam gemaakt, ook gewoon van toepassing verklaard voor, dat heet land-based casino's, dus voor automatenhandel in Nederland. Dus die moeten straks aan dezelfde wetgeving voldoen als de online casino's. En wat eigenlijk het nieuwe is in de wet, is dat er meer aandacht is voor preventie. Dat er een centraal register komt te bestaan waarin mensen zich kunnen laten uitschrijven. Dus dat wordt centraal in Nederland wordt dat opgeslagen. Mm-hmm. Dat is nieuw. En wat er onder andere ook nieuw is, is dat mensen die in de automatenhallen aan het werk zijn, die moeten geschoold zijn, verplicht. Die moeten verplicht een cursus hebben gevolgd, verslavingspreventie. En er is wel een overgangstermijn, maar in principe moet eigenlijk vanaf 1 oktober, op het moment dat je een legale vergunning hebt in Nederland, moet je voldoen aan die wetgeving. In Hengelo speelt er ook iets. Hè? Er zijn eigenlijk twee marktleiders op het gebied van kansspelen. Die hebben interesse om zich in Hengelo te vestigen op twee verschillende terreinen. Daar is heel veel discussie over. Hebben raadsleden in Hengelo genoeg bagage, denk je, om daar een goed oordeel over te vellen? Of het dat verstandig is of niet? Dat is een hele goede vraag. En weet je, ik heb nou twee keer ingesproken op de politieke markt. En eigenlijk heb ik daar, ik kan dat precies hetzelfde herhalen wat ik daar ook heb gezegd. Ik vind namelijk dat de gemeente, en dat geldt zeker voor de raadsleden, die hebben een hele belangrijke rol. Want die moeten namelijk op een gegeven moment in hun vergunningstelsel moeten die aangeven of er überhaupt een casino mag komen. En ik vind als een gemeente besluit van dat mag toegestaan worden binnen onze gemeente, dan moeten zij dat, voordat ze dat doen, vind ik dat ze moeten, dat breed moeten afwegen. Want een gemeente die heeft een verantwoordelijkheid voor, ja, leegstand in het centrum, dat is een belangrijk argument. Mm-hmm. Werkgelegenheid is een belangrijk argument. Maar ook het ontstaan van verslavingen, volksgezondheid, schuldhulpverlening, jeugdhulp, psychologische hulpverlening. Alles wat daar eigenlijk nog meer, dat moet je ook afwegen. Maar jij bent niet zo dat je gewoon keihard zegt, weg met die casino's uit heel Nederland. Nee, absoluut niet. Want even vooral duidelijkheid. Ik vind eigenlijk dat als je in nuchtere toestand droge ogen ja zegt, en je weet waarom je het hebt gezegd. Kijk, iedere gokverslaafde, als gemeente dat je zegt, ik wil daar graag een casino hebben, ja, in mijn grenzen, dan weet je waaraan je begint. En iedere gokverslaafde zal zeggen, als je wilt gaan gokken, kun je gaan gokken. Dus dat kan altijd. Voor de mensen in Hengelo, als die willen gaan gokken, kunnen ze naar Bentheim, ze kunnen naar Gronau, ze kunnen naar Holland Casino's in Enschede. Mm-hmm. In Deventer zit een grote casino. In Eibergen zit een casino. Ja, maar als het in Hengelo is, maak je het wel makkelijker. Een kwartiertje rijden kun je al gaan gokken. Ja. Dus als je het in Hengelo haalt, dan wordt het wel makkelijker, toch? Wordt het bereikbaarder? Wat is die afweging eigenlijk? Wordt het daardoor erger? Of ga je het juist reguleren dicht bij huis en wil je dat eigenlijk? Nou, dit zijn twee elementen natuurlijk. Ik kreeg toevallig in de laatste politieke markt kreeg ik de vraag, heeft u liever een legaal dan een illegaal casino? Natuurlijk heb ik liever een legaal casino. Dan kun je nog wat reguleren. Alleen de vraag is of een legaal casino ervoor zorgt dat er geen illegale casinos meer zijn. Dat is één. En twee, wat misschien veel belangrijker is, op het moment dat je meer casino's toestaat, dan neemt ook het aantal gokverslaafde mensen toe. En dat is een afweging. Die moet je als gemeente maken. Is dat uit onderzoek blijkt dat? Ja, ik had gisteren een voorgesprek met jouw collega, die een redactielid, Franklin. En toen zei ik, ik zit te wachten. Ik heb namelijk een professor dokter Goudriaan in de UMC Amsterdam, had ik een mailtje gestuurd. Mm-hmm. Want daar had ik gezien dat hij een stuk had gepubliceerd over dat verband. En ik had gevraagd of zij dat onderzoek wilde delen met de gemeente Hengelo. En gisteren had ik het nog niet, maar een half uur nadat je de redacteur neerlegde, kreeg ik een mailtje en zei, ja, ik onomstotelijk, ik heb wel vier, vijf verschillende onderzoeken. Des te meer aanbod er is, des te meer gokverslaving ontstaat. Het is wetenschappelijk onderbouwd. Maar wat betekent dat? Wat moeten we met die informatie dan? Want dan zou je ook kunnen zeggen, ja, we willen er juist wel vanaf. Toch, tenminste, ik neem aan dat u van wel van het kamp bent. Je wil geen gokverslaafde zijn. Ik wil geen gokverslaafde zijn. Maar even vooral duidelijkheid.
de afweging of er een casino moet komen. Die, weet je, een casino is een legale branche. Dus ik bedoel, het is de ondernemer die een casino wil stichten, die is niet bezig met illegaal werk. Dat is gewoon normaal, legaal. Of het een eerzaam beroep is, is door daar doen, maar het is in ieder geval een legaal beroep. Mm-hmm. Dus die kan je niks verwijten. De gemeente die moet afwegen of zij dat binnen hun gemeentegrenzen willen hebben. Dat is de verantwoordelijkheid die de gemeente Hengelo heeft. Ja, en maar daar spreek ik ze op aan. Dus die moeten daarover nadenken. En dat is een politiek standpunt. Ja, maar en wat is uw advies dan? Want uiteindelijk moeten we dat wij bepalen dat met elkaar, met z'n allen, als politiek. Ik zou het niet doen. Ik zit niet in de gemeenteraad in Hengelo, maar ik zou het niet doen. En niet alleen omdat het een aantal mensen in diepe problemen brengt, want dat is op zich misschien al wel genoeg, maar ook omdat je als gemeente moet afvragen van wat voor gemeente wil ik zijn. Kijk, laat ik zo zeggen, op dit moment heb je geen legaal casino in de gemeente Hengelo. Maar is dat erg? Misschien is dat wel gewoon iets waar je trots op moet zijn. Waarom zou dat problematisch zijn? Ga je niet mee in de vaart der volkeren als je als enige gemeente in de omgeving? En trouwens, dat is niet zo, maar in Almelo zijn ze ook niet. In Hellendoorn zijn ze niet. In nergens zijn ze. Ze zijn overal niet. Maar is het zo erg dat je niet een casino binnen je gemeentegrenzen hebt? Ik vind dat nog niet zo erg. Tot slot. U leidt zelf al 20 jaar gespreksgroepen, geloof ik, hè? Ja, 23. 23 zelfs. Wie zit er aan het tellen, ja. Dat zal dan ongetwijfeld een dankbare taak zijn. Anders zou je dat denk ik niet 23 jaar volgen. Fantastisch werk. Hoe helpt dat mensen? Nou, wat je ziet is mensen die komen binnen en die zitten in zak en as. Die weten echt niet meer waar ze moeten beginnen. Dus ze beginnen met, de meesten zeggen, weet je, ik kan ook helemaal niet over mijn verslaving praten. Het is een groot geheim en het is ook iets wat ze individueel enorm bezighoudt. En dan zie je ze langzaam, maar zeker zie je ze op een gegeven moment zie je ze ontwikkelen. En dan zie je dat ze het gesprek kunnen voeren en dat ze dichterbij komen, van bij zichzelf komen. En dat ze steeds, je ziet ze opbloeien. Is dat wat het meeste helpt? Dat je dus over je problematiek praat, dat je er open over bent en dat het oude niet open is? Absoluut. Dat is het allerbelangrijkste les van het bestrijden van je eigen gokverslaving. Dat je er eerlijk over bent, dat je open bent. En ook dat je het erkent. Want heel veel mensen die gokken, die gokverslaafd zijn, die zitten de eerste tijd nog heel erg in de ontkenning. En wat trouwens misschien nog heel belangrijk is, het duurt ook ontzettend lang voordat mensen hulp zoeken. In mijn eigen geval was het meer dan 10 jaar dat ik gegokt heb. En toen dacht ik van eigenlijk weet iedereen die gokverslaafd is, na een maand nadat je gegokt hebt, misschien 2 maanden al, van deze hobby, hier hou ik geen geld aan over en die maakt me niet gelukkig. En toch duurt het dan toch nog wel vaak 5 tot 10 jaar voordat mensen hulp gaan zoeken. Dankjewel dat je bij ons was om in ieder geval taboe te doorbreken. Alle openheid over je eigen verhaal en over hoe je mensen helpt en over je standpunten over de gokgelegenheden die eventueel al dan niet in Hengelo komen. Johan Dokter. Dankjewel dat ik hier mocht zijn.